bussen zo vol. Van de ROV. De ROV die dus, die is met een sonar en een camera geïntegreerd. Vanaf de ROV kunnen we een object bekijken onder water, zodat we alles kunnen nagaan. En met de sonar kun je zien waar we dus iets lokaliseren. En dan sturen we de ROV heen. We zijn nu eigenlijk in de ruimte die wordt gebruikt door de hulpverleningsdienst als er zich een incident voordoet op het water. Het is in samenwerking met Rijkswaterstaat tot stand gekomen. Rijkswaterstaat was bezig met nieuwe vaartuigen te ontwikkelen. Wij hebben er als hulpverleningsdienst eigenlijk een extra module op geplaatst, zodat als zich een incident voordoet op de Westerschelde, we gebruik kunnen maken van deze modules. Eigenlijk alle verbindingsapparatuur zoals we die ook op het land hebben, hebben we nu ook op het water. En we kunnen dus de beelden die we hier maken, kunnen we ook in onze coördinatieruimte op het land laten zien, in onze regionale crisiscentrum. En zo maken we eigenlijk heel slim gebruik van de voorzieningen die Rijkswaterstaat al had. En we zorgen nu dus eigenlijk dat we als hulpverleningsdiensten 24 uur per dag, 7 dagen in de week, snel op het water kunnen optreden.